Vlogmas dag 13. Ik heb net een DM showblog opgenomen. Vandaar dat ik precies in dezelfde stand zit als 2 video's terug. Vanochtend heb ik Genoa naar school toegebracht. Vervolgens Cyrano naar het werk. En daarna Mason door naar de kinderopvang. Mason haal ik in de vooravond weer op. Genoa zit vandaag tot 2 uur op school. En daarna wordt hij gelijk doorgebracht naar een kinderfeestje. Want zijn klasgenootje is jarig. En dat gaan ze vieren bij een smulparadijs. Super leuk. Genoa is er volgens mij 1 keer naartoe geweest. Volgens mij zit het ergens in Noblehorst. Maar gisteren zou ik eigenlijk een cadeautje gaan kopen. Maar gisteren voelde ik me nog zo belabberd dat ik gewoon de deur niet uit kon gaan. Dus ik moet nu echt naar de stad toe gaan, een cadeautje kopen. Ook gelijk wat boodschapjes voor vanavond, voor het avondeten. Zodat als ik Genoa heb weggebracht, ik gewoon gelijk thuis mijn dingen kan doen. Dat staat er voor nu op mijn planning. Maar voordat ik verder ga met filmen, gaan we natuurlijk eerst de shout-out van de dag doen. De shout-out van vandaag gaat naar niemand minder dan Joyce Bruce. Jongens, deze dame is er altijd als de kippen bij als ik iets online plaats. En ze plaatst vaak meerdere reacties onder mijn video. Vaak gewoon emoticons, maar ook gewoon teksten. Kim, leuke vlog, dankjewel voor de video. Haar moet je wel voorbij zijn gekomen. De afgelopen dagen, weken, maanden, jaren. Zij is altijd zo in de comments dat als ze bijvoorbeeld niets geplaatst heeft, dat ik gewoon denk van, gaat het wel goed met haar? Hoort ze niet te reageren? Gewoon zo. Ze is er altijd. En dat maakt mij gewoon heel erg blij. Dus lieve, lieve Joyce, heel erg bedankt voor al je positieve energie. Voor al je lieve support. Ik waardeer het enorm. Dus nogmaals, dikke, 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 dikke shout-out naar jou. Oké, guys. Dan is het nu tijd om de deur uit te gaan. Ik ga heel eventjes een zuigtabletje innemen. En daarna gaan we de deur uit. So, let's go. Nou guys, ik ben inmiddels thuis. En ik heb gelukkig een cadeautje kunnen vinden voor Genoa's klasgenootje. En deze keer wel ging het me zo gemakkelijk af. Want hij is uitgenodigd door een meisje uit zijn klas. En voor meisjes vind ik het altijd het leukst om cadeautjes te kopen. Want het is zo makkelijk. Je koopt gewoon lekker een Barbie pop. Of sieraden. Het is allemaal zo makkelijk. Dus ik heb gewoon een Barbie pop voor haar gehaald. We kregen een Stitch uitnodiging. Dus ik neem aan dat zij Stitch heel leuk vindt. Dus waarom is mijn camera zo schuin? Ik zit echt schuin tegen jullie te praten. Ja. Zo'n Stitch sieraden doosje gekocht. Waarbij ze leuke armbandjes kan maken. Dus dat is helemaal top. Ik had eigenlijk die zak in de auto kunnen laten. Want ik zie al hoe ik het hier ga vergeten. Daarna was het de bedoeling dat ik boodschappen zou gaan halen. Kennen jullie dat? Je neemt al een bepaalde route om naar de winkel te gaan. En door die automatisme rij je meteen door naar je huis. Dat had ik. Ik stond opeens binnen en ik dacht, ik moest naar de Albert Heijn. Wat doe ik hier? Echt heel erg stom dit. Maar goed,
anyways, dat geeft mij wel een beetje ruimte om thuis wat dingetjes te doen. Ik wil heel graag de borden en bekers van het ontbijt afwassen. Ik wil mijn kraan openmaken, maar warm waterkraan. En er komt geen water uit. En ik rende gelijk naar mijn buurvrouw. Ik zei, hey, doet bij jullie de warm waterkraan het? Dus zij ging kijken en bij haar deed hij dus ook niet. Dus blijkbaar is het een storing of ze zijn weer bezig. Maar normaal gesproken, als ze bezig zijn, laten ze dat altijd weten. Dat mocht je een vrije dag hebben, dat je wel gewoon lekker met warm water kan douchen. Maar ik heb daar geen bericht van gekregen. Dus ik neem aan dat het een storing is. Thank God doet de verwarming het wel, want anders zou ik binnen echt doodvriezen. Want het is echt zo koud in mijn huis. Los van dat ben ik wel naar de prijsmappers toe gegaan. Want ik heb een heel fijn masker van Shea Moisture. En die is bijna op. Dus zodra ik mijn haar weer ga wassen, wil ik wel voldoende haarmascara kunnen doen. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En ik ben naar een PostNL-punt gegaan om mijn laatste Black Friday shoppings met jullie te delen. Because it's a new day. Een nieuw Black Friday unboxing. En waarschijnlijk ook de laatste. Nou. En deze doos is afkomstig van wasparfum.nl. Volgens mij heb ik jullie in mijn eerste vlog verteld dat ik helemaal weg ben van de wasparfum. In die 2 weken tijd heb ik mijn wasparfum aardig gebruikt. Ik had er 2 gekocht. En ik gebruik ze ook alle 2. De een gebruik ik voor dekens, handdoeken. En de ander gebruik ik voor gewoon kleding. En beide flesjes zijn nog niet op de helft. Maar ik ben er verdomd blij mee. Dus ik ben nieuwe gaan kopen. Ik gebruik het nu echt in mijn standaard wasroutine. Dus als ik het met korting kan kopen, dan ga ik dat natuurlijk niet mislopen. Dus, wat heb ik allemaal gehaald? Als allereerst wou ik heel graag deze proberen. En dit is dan een 100 ml flesje. En deze heet Soleil volgens mij. Mijn neef vindt deze dus helemaal het einde. Dus ik ben benieuwd. Hij zei, je moet die echt proberen, Kim. Maar ja, ik vertrouw hem wel. Oh ja. Het ruikt ook wel echt lekker, maar heel bloemerig of zo. Nee, dit ruikt echt heel lekker. Dit ruikt naar een Rituals iets. Oeh, ja. Ik weet al dat dit helemaal top gaat zijn. Ik heb deze gehaald in een 500 ml fles. Want dit is echt mijn lievelings tot nu toe. Deze ruikt niet normaal lekker. Dus ja, hier moest ik gewoon een grote fles van hebben. Dit is echt niet normaal. Mijn tante was gisteren op bezoek. Kom nou. En ik liet haar dus mijn deken ruiken. En ze zei, oh, dit ruikt echt heel lekker. Maar de geur is echt too much. Het is te aanwezig. Toen zei ik, dat is de bedoeling. En ze zei, nee, dit is too much. Nou, liever te veel dan te weinig. Ja, deze ruikt echt heel lekker. Echt, wauw. En dan heb ik ook deze allesreiniger gehaald. Ook geïnfluenced door mijn neef. Die ruikt ook echt super lekker. Laatst ging ik content maken in zijn huis. En ging ik een beetje opruimen. En toen heb ik dus dit geprobeerd. En ik dacht echt, wauw, dit is niet normaal. Nou, dat waren mijn aankopen. Tot zover mijn Black Friday shoppings. Midden december. Oké, even kijken. En bij de prijsmakers heb ik een klein pakje Pampers gehaald. Het was maar 5 euro, dus ja, dat moest mee. Mijn favoriete vochtige toiletpapier. Dit waren echt de laatste 3, dus die heb ik gelijk meegenomen voor mijn 75 cent. Jawel. En mijn masker, deze. En hoe ik dit meestal gebruik. Ik ga douchen. Gebruik shampoo, conditioner. Daarna ga ik uit de douche. Zet ik dit in mijn haar. Heel veel. En zet ik een aluminium cap op mijn hoofd. En dat hou ik letterlijk een halve dag op. En dan spoel ik het uit. En normaal gesproken met mijn eigen krulstructuur was mijn haar echt de hele week perfect. Dus we gaan kijken wat ik ga doen. Even kijken, het is nu
1:15. Over een uur moet ik de deur uit om Genoa op te halen. Ik denk dat ik nu gelijk ga beginnen met het editen van de vlog van vandaag. Want rond 6, 7 uur wil ik die heel graag online gooien. Ik heb gisteren geen tijd gehad om het te doen omdat ik bezoek had. Dus dat moet ik nu echt gaan doen. Dus ik pak jullie er over een uur weer bij. Weer thuis. Toen ik thuis kwam ben ik gelijk gaan douchen, want ik had het zo koud. Ik had ook gelijk een masker voor mijn gezicht gezet. Mijn gezicht voelt weer helemaal aan als herboren. Voordat we naar huis toe waren gekomen had ik nog gauw boodschappen gehaald. Ik had kip uit de vriezer gehaald, maar het rook niet goed of zo. Ik weet niet hoe dat kan, maar het rook niet goed. En het was echt een beetje slijmerig, dus ik heb het weggegooid. Dus heb ik even gauw een nieuwe kip gehaald. En nog wat andere dingen. Ik heb cornflakes gehaald. Tijgerbruin brood. Chips. Noedels. 2 keer mango. En van die kippenpoten. Van die barbecue maiswafels. Gedroogde cranberries. Deze van de Albert Heijn zijn echt heel lekker. Ik ben normaal niet van de rozijnen. En krenten, maar deze cranberries in je yoghurt zijn echt heel erg lekker. Boterhamworst, selderij. En ik heb ook wat sap gehaald. Fles Fernandez. En last but not least, bloemenhoning in een pot. Ik ga vandaag een snelle bami draaien met gestoofd vlees. Vandaag wil ik niet te lang in de keuken staan. Dus ik dacht, dat is lekker makkelijk om te maken en lekker. Dus dat is wat er vandaag op het menu staat. So guys, enjoy cooking with me. Dinner is ready. Cyrano is er trouwens niet, want hij heeft een werkuitje. Vandaar hij er niet is. Maar ik heb het woord snelle bami te serieus genomen. Want ik was zo snel aan het werk. Dat ik gewoon de verkeerde pasta heb gepakt. In plaats van spaghetti heb ik die platte pasta gepakt. Kijk hier, dit lijkt gewoon op mie. Ik weet niet of jullie het gaan zien, maar... dit was niet de bedoeling. Vinden jullie, ja, de kinderen eten het wel. Vinden jullie het lekker? Ja. Oh, gelukkig. Dit is heel apart. Dit is ook zo zacht. Ik vind het. Het is wel lekker. Dit smaakt gewoon letterlijk naar noedels. Toch? Ja. Het smaakt niet naar bami, maar gewoon naar noedels. Ja. Maar ja, gelukkig houden we van noedels, maar deze fout mag ik echt nooit meer maken, hoor. Mm-mm. Hebben jullie kip al geproefd? Nee.
Nee. Proef maar. Gewoon met je handen. Zo. En dan met je vork. Oh. Ja. Die is wel gelukt. Oh jeetje, wat stom dit. Dan gaan mijn handen vies worden. Wij gaan nu lekker eten. En daarna is het voor de jongens tijd om te gaan slapen. We mogen nog heel eventjes spelen. En daarna is het bedje tijd. Even kijken. Het is inmiddels 7:30. En mijn kinderen slapen al. Cyrano is nu onderweg naar huis. En mijn kinderen slapen al. Dit is echt een wonder. Want normaal gesproken rekt vooral Mason slaaptijd zodanig uit dat ze soms pas 8:30 in hun bed liggen en dan 9:00 is het pas stil. En nu het is 7:30 en ze slapen gewoon. De jongens hadden 2 keer gegeten, want ze vonden het echt heel erg lekker. Daarna zijn we lekker op de bank gaan zitten, hebben we een Disney film gekeken. We keken naar Robin Hood en halverwege de film zag ik al dat Genoa een paar keer in slaap viel. Dus ik dacht, oké, ik heb geen zin om Noah naar boven te moeten tillen. Dus we gaan gewoon naar boven. Ik wou heel graag dat Mason in bad ging om zijn neus een beetje te stomen. En Genoa wou daar ook heel graag bij in. Dus zijn ze ook nog eens samen in bad geweest. En daarna heb ik ze lekker ingesmeerd. En vielen ze gewoon meteen in slaap. Ik kon het gewoon niet geloven. Dit was echt nodig op dit moment. Want ik kreeg zo naar rust. Dus ik ga nu lekker op de bank zitten. Mijn boek erbij pakken. En ik ga lezen. Wacht totdat Cyrano thuis komt. Waarschijnlijk gaat hij dan nog eten. Ik denk dat hij ook gaat sporten. Dus ik ga gewoon lekker genieten van mijn avond. En ik wil helemaal niks meer horen. Dus lieve mensen, ik ga bij deze de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Als je dat gedaan hebt, hoop ik jullie allemaal morgen terug te zien bij Vlogmasdag 14.